Je kreeg de vraag wanneer je kiest voor geïntegreerde panelen en opbouw zonder panelen. Er zijn een aantal redenen. Dit is een voorbeeld van de mooie ingebouwde panelen in het dak. Ik zal ook een voorbeeld laten zien met panelen op het dak. Zoals je natuurlijk heel vaak ziet. Persoonlijk ben ik behoorlijk voorstander voor de geïntegreerde panelen, maar daar kun je niet altijd voor kiezen. Kijk, je ziet geïntegreerde panelen meer in nieuwbouwwoningen dan bij bestaande woningen. Bij bestaande woningen kan het ook, maar is het soms wat lastiger te integreren en soms wordt het iets minder mooi. Want hier, ja, het is gewoon een nieuwbouwsituatie, kun je gewoon zeg maar de oriëntatie van de dakramen, dakkapellen gewoon nog precies afstemmen op de zonnepanelen. Natuurlijk heeft het ook te maken met de oriëntatie in huis. Maar je kan er wel echt rekening mee houden en hier zijn ze gewoon mooi weggewerkt. Qua kosten natuurlijk, hè, want geïntegreerde panelen in het dak zijn duurder, maar de meerkosten vallen heel veel mensen mee, want je hebt het maar over ja, zo'n 10% extra aan kosten. Feitelijk heb je alleen een klein bakje onder ieder zonnepaneel en daardoor is het gewoon helemaal waterdicht. Dat is al beproefd meerdere jaren en daarom zie je nou echt steeds meer woningen met de geïntegreerde panelen. Het is ook goed om te weten, denk ik, dat deze panelen gewoon normale zonnepanelen zijn, dus dezelfde die op het dak liggen, dus dat is niks speciaals. Dus ja, in mijn ogen weinig reden om niet te kiezen voor geïntegreerde panelen, waarbij zeg maar, de textuur van het dak, hè, dus de daklijn is helemaal één geheel. Natuurlijk zie je goed dat het nog steeds zonnepanelen op het dak zijn, maar ik denk dat je echt niet meer kan zeggen dat dit nou bijzonder lelijk is. Wat natuurlijk wel bij sommige andere zonnepanelen sets zeker het geval is. Maar goed, alles over de zonnepanelen, de geïntegreerde en de normale, terugverdientijd en ook kostenverschillen. Zal ik in het bericht zetten. Mocht je het op YouTube zien, zal ik de link even onder deze video zetten.